allemaal niet zo op omschrijven. En dat komt door de mythes die er nog allemaal leven over verkrachting. Een van de slachtoffers... Iedereen in Nederland realiseerde zich. Blijkbaar gebeurt het nog steeds. Toen ik kind was, in de jaren 60, toen hoopte en bidde ik dat het, als ik 60 zou worden, het afgelopen zou zijn. Dat nu, helaas, moeten we concluderen dat het nog steeds niet weg is. En dat de leukste mensen op televisie opeens niet weten waar de grens ligt. En je kunt jezelf afvragen, moeten we hen dat kwalijk nemen? Maar dan zeggen we nee, het gaat niet om blaming, het gaat niet om schuldigen aanwijzen. Het gaat erom dat wij met z'n allen staan vandaag voor veranderen.